De signeersessie gaat een beetje moeizaam van start. It's not really filmable. It's me trying to work a pen. Maar als de stiften het eenmaal doen, krijgen alle fans op hun cd's en lp's een handtekening. Ja, woehoe! Hier hebben we Ed. Oh, en de rest heeft hem hier opgezet. Ze zijn prachtig geworden, toch? Hey. Ik ben zelf een bassist, dus daar heb ik natuurlijk even aan de bassist gevraagd om daar eventjes een opmerking over te maken. Keep on rocking the bass, bass is the best. Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè? I used to write down my dream. Het nieuwe album heet In Dream. Heb je hem al beluisterd? Ja, stiekem kende ik hem al 3 weken via andere wegen. Ja. Illegaal? Ja. En? Het is echt heel erg mooi. Ja, het is heel elektronisch weer, net als het derde album. Maar het is echt fantastisch mooi. Ik heb hem laten signeren voor Sylvester, 4 jaar. Dus voor mijn zoon. Want die is fan van de Editors? Nee, ik. Maar ik heb hem voor hem laten signeren. Vind ik leuk. Editors geven in november 3 concerten in de Heineken Music Hall. Maar ze kiezen het veel kleinere Paard van Troje uit voor hun albumrelease. We'd actually played that venue before, probably about 6 or 7 years ago, and it was a special evening for us that night. And you know, to try and recreate the vibe and the energy that we had that night would be a challenge for us tonight. Ga je ze nou vanavond ook zien? Ja, zeker. Van heel dichtbij.